Het is er geneidelijk al gegroeid. De eerste schok kwam toen ik wakker werd op de ochtend en ik zat ik zes ton in de schuld. Jan Dino bijvoorbeeld, toen Jan Dino begon. Jo, Ruimen is laat nog een ton. Dan ga je hem ook uh, zes programma's laten maken. En toen hebben ze Jan Dino zo'n programma gegeven en de rest is history. Het is ook een politiek gevoelige periode. Als ik op het podium stond in die kotto. Ja. Kon ik alles zeggen over Bouterse en over de regering en noem maar op alles. Want, hey, die man is de gangster rapper met negen gunshots in zijn fucking body. Wat denk je? <laughs> <laughs> hey, I almost shut my pants, man. <laughs> Ook de enige die Amy Winehouse in rij met de slaat heeft gehad, niemand heeft anders Amy Winehouse op televisie gehad. Men het werk belde naar Hilversum zat iedereen te trillen bij de RTR, en ze wisten, we gaan die mannen gas geven. Yeah. Op een gegeven moment ja, uh, is dat. Werd het niet gewaardeerd ofzo? En die mannen zochten dus overal naar een zwarte presentator. Een leuke comedie die dat kon doen. Maar in Nederland waren al die jongens die moet je vragen omdat ik zwart ben. je me vragen omdat ik goed ben. Ja. En ik had zoiets vragen omdat ik geel, groen, geel, whatever ben. Maar begin me te vragen en dan ga ik je laten zien dat ik goed ben. En dan ben ik niet meer weg te ja. denken. Dat was mijn strategie. Hey, what up? It's game man. Nando. Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Charlie. Hey, what's up, everybody? This is j Leek. Oké, oké, oké. Fernando. X is in that station. More reason, baby. Baby, 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 baby. baby. real. Real Talk. Je, wat op je boy van de aka Mr. Keeper Haat, Keeper Bang. En welkom bij een groen nieuwe aflevering van Real Talk, de podcast waar je alles mee krijgt: motivation, inspiration. we taking it to another level. De man die ik in de building heb... En voordat ik hem ga introduceren, ik wil je sowieso zeggen, als je het kanaal wil supporten, like, subscribe, wees niet gierig. We gaan het kanaal groter maken, want ik laat de grootste gasten hier aanschrijven. Internationaal, nationaal, je hebt verschillende mensen al gezien, van een neefje van Michael Jackson die hier een tijd geleden zat. We hebben Humberto Tan hier in de beelden gehad, we hebben ook rappers uit de UK hier gehad, we hebben ook nog mensen uit Nigeria hier gehad. Iedereen komt in Real Talk, maar nogmaals, we gaan het kanaal groter maken met z'n tweeën, met z'n allen, met de community. Dus like, subscribe, wees niegierig, klik, klik, klik. Het kost je niks, oké? Okay? Dus dat, in Real Talk vandaag een man die je sowieso niet kan wegdenken uit de Nederlandse media. Die man is cabaretier, die man is motivational speaker, de man is een succesvolle vader, de man went from shit to sugar and have fun. Alles meegemaakt in zijn leven. Heeft ook een turbulente periode meegemaakt in 2016. But he came back swinging, he's doing his thing. Jullie kennen hem natuurlijk als Rayman is laat. je kent hem als Tante S, maar je kent hem als mijn broeder Jurgen Rijman in de building. Real. Talk! Jurgen, welkom. Zonder <laughs> <Standard> autocue. <laughs> Jongen, nee. Dus dit is, yo, wat, wat een introductie, want Ik ga je meenemen om met de hype als Broer, als <laughs> vlieg gewoon over. Let's go. Ja, yeah, man. Nee, wat dus, uh, Welkom. En, uh, Dankjewel, man. Eigenlijk, uh, wie is je vader, wie is je moeder? Zou je eigenlijk de <laughs> moeten gooien? <door>, <laughs> mijn vader die was accountant. Zijn naam was Henry Pieter Rijman. Hij leeft nu weer. En mijn moeder is Carla Rijman-Kane. Die leeft nog 84 jaar. Woont op 10 minuten rij even mee. En is de liefste moeder die je mag wensen. Dat was de meest legendary... Vraagstelling hoe je altijd begon uh, in je eigen talkshow. Wat was het idee eigenlijk achter wie je vader, wie je moeder? Want het is heel voor de hand liggend, ja. maar toch stelt niemand die vraag. Waarom pak jij dat aan? Omdat we, ik toen ik begon met het programma, zei ik van, nou uh, ik wil, er moesten sowieso een interview komen met een bekende Nederlander, want dat ja. is belangrijk voor, uh, voor die tijd televisie maken. En ik zei, nou, ik wil dan een karakter die ik heb ontwikkeld, de S, wil ik dat laten doen. Want ik zeg, als ik in een jurk ga zitten, een Surinaams jurk voor die mensen, dan ontwapen je mensen ermee. En als je mensen ontwapent, dan vertellen ze meer van zichzelf. En waar die mensen direct mee raakt in hun zijn en wie ze zijn, is ze vragen wie hun vader en hun moeder zijn. Want dat doen we in het Caribisch gebied. In Suriname doen we het om zeker te weten dat ik niet met uh, mijn zus of een halfzus of een nicht <laughs> per ongeluk van beeld. Dus Oeps, I'm your brother. <laughs> maar ja. het is een hele normale vraag om te weten waar mensen vandaan komen. En om, mensen, om te weten uit wat ze komen. Hier in Nederland, als je in, zeg maar, uh, buiten de rand zat gaat, zou je ook worden mensen vragen: voor wie ben jij erin? En voor ja. wie ben jij erin is de Nederlandse versie van het Surinaamse wie is je vader, wie is je moeder. Dus ik vond het heel belangrijk om mensen te establishen. Om die vraag te stellen. En het leuke was, in het begin deden we het gewoon. En op een gegeven moment kreeg ik Jan Wolkers kwam als gast. Ja. En Jan Wolkers, die bracht toen een foto mee van zijn vader en zijn moeder als eerste. Hij zei: Dit is mijn moeder en dit is mijn vader. En vanaf toen vroeg ik ook aan de gast: 'Neem een foto van je vader en je moeder mee.' En ja, dat is de grootste ontwapening die je mensen kon meegeven. Ja, en ook Tante S, zeg maar. Hoe is dat idee zeg maar, ontstaan? Op een gegeven moment was je al bezig met gewoon oh, dit in je hoofd. Want heel veel, heel veel comedians gebruiken dat die soort vrouwelijke rol ja, of ja, ja. Om, het, om te ontwapenen. Wat was jouw reden om Tante S te ontwikkelen? Dus Tante S is heel raar ontstaan. Ik deed comedy in Suriname, stand-up Comedy deed ik wel eens typetjes. Ik had mijn eigen restaurant in Suriname, deed ik typetjes. En op een gegeven moment kwam er een. Um... Hey, die man was baas van, een, van, een, van de zeepfabriek zeg maar, van de Procter Gamble in Suriname, CIC. Ja, ja. En die man zei: van, hey, We hebben een nieuw afvalmiddel en ik heb iemand nodig om een reclame. Ik heb je idee. Ik zeg: Oké, okay, wat, wat levert het op? Maar ik heb 500 dollar voor mij was dat een godganselijk kapitaal. <laughs> zou ik doen. Oké, okay, let's do it. Dus ik heb toen een mattie van me gevraagd die reclames maakte. Ik zei: Ik hey, kom met je camera, we moet reclame voor die man een nieuw product maken. Ik heb het product thuis. Hij zei: maar, Wat ga je doen? Ik zei: Dan dus sprak ik bedenken wel iets. En die man kwam thuis, ik dacht, weet je wat, ik ga, ik ga, ik zoek, ik heb een oud-pruik als kast, ik neem een jurk van mijn moeder. Dan speel ik dan buurman en de buurman, een wisselron, en dan vul je me eerst als buurman en dan als buurvrouw. En het was, het was echt, het was een weergaloze hitte van Sundish. Sun het was gewoon met, uh, buurvrouw, mag ik een kopje suiker van je lenen? Of, mag ik een beetje suiker? En zij van, altijd wil je suiker lenen. En dan zegt hij iets van die, maar je keuken ruikt lekker, en die lekkere geur is me nu af als middel Dat was basically it. Ja. Yeah. En het was een freaking hit. En de buurvrouw was geboren. En de buurvrouw is langzaam ontwikkeld naar Tante S. Uh, toen kwam er een ander product bij. En toen is Tante S op een gegeven moment. Ik sprak met mijn grootmoeder. Ik zei van mijn Ma, oma: uh, Maak aan ik een of van je lenen. Want ik moet een andere rol weer spelen. Ze dus zei: Oké, okay, doe maar. En toen ben ik de, heb ik de eerste witboy reclame gemaakt in Tante S. En Tante S was toen niet meer weg te denken. Ik weet nog dat ik mijn eerste comedy show in Suriname deed. Mijn eerste het programma. Dat ik gewoon Jurgen, Ryman en Friends. <laughs> nog <kaartig>, een niets, geen echt. <laughs> toen heb ik gezegd: Jurgen, de buurvrouw, en friends en ik was binnen echt binnen twee dagen had ik vijf shows uitverkocht hoe gek is dat want ik, ik weet dat, uh, dat 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 het alter ego gebeuren best wel krachtig kan zijn dat het soms nog krachtiger is ja dan jezelf? Waar ligt het aan, denk je, dat mensen dan meer... Ik denk dat je, met tante S was het voor mij vooral, uh, zeker toen ik met Rijmen is Laat begon, in het begin was het, was het gewoon een gimmick, weet je, die ik deed, de vrouw speelde en dan kon je ook, je kon ook bepaalde dingen zeggen, kijk, het was, het was ook een politiek gevoelige periode. Als ik op het podium stond in die kotto, ja. kon ik alles zeggen over boters en over de regering en noem maar op alles, want ja, het is die vrouw die daar dingen zegt, het is gewoon die Surinaamse moeder, die Surinaamse tante. Ja. Ik voelde, het gaf me een veilig gevoel. En uh, toen ik hier op een gegeven moment op televisie dat deed, toen merkte ik dat het hetzelfde eigenlijk deed. Uh, je kan, er zijn bepaalde vragen die ik als mezelf nooit zou stellen aan de aan Marioris, maar bijvoorbeeld die tante S gewoon kon stellen. Ja. Van, je was al heel klein en je had daar zulke grote bobby's. Dat vroeg dat S gewoon naar Tegenwoordig haar. is het gewoon niet ja. toe hoor. Het nee, is gewoon niet toe als je dat doet, maar yeah. Tante S kon dat maken. Dus ja. er, waren, er waren bepaalde dingen die Tante S zich kon permitteren die ik als Jurgen Nijmond vond dat ik me niet kon permitteren. Ja. Dat is de kracht van Tante S geweest. En op een gegeven moment, ja, vooral het feit dat ik daar compleet verleul zat in de jurk, was voor andere. Het gevoel van, jong, wat kan er me misgaan? Dus mensen gingen echt open bij Tante S. Ik heb echt mooie verhalen bij mensen kunnen halen bij Tante S. Ook Harry Belafonte heb je ook onder andere Harry Belafonte heb ik gehad. Ik heb, hé, de, de, de spannendste van allemaal was 50 Cent. <laughs> Waarom? Hé, <laughs> dus op een gegeven moment kwam Marcel Hoog, weet je, van ja. Comedy Club Hoog, die deed onze boekingen. Hij zei van, hé, 50 is in het land en uh, we, kunnen interview met tante, uh, we kunnen het interview met Tante S. En ik zei, hé, jij dan nou, Weet je wel, dat weet die man het Rijk? Ja, we hebben hem een soort van Dame Edna en hij is cool weer it. Ik zeg oké, okay, maar dan wil ik die man eerst ontmoeten als mezelf. Me dan gewoon om en dan doe je het interview. Ja, hij heeft hij geen tijd voor, die man is maar even kort in Nederland. Dus je moet klaar zitten in de jurk en dan komt hij binnen en dan doe je het interview. Maar was je bang voor dat hij alles zou reageren op Tante S. Hey, die man is de gangster rapper met negen gunshots in zijn fucking body, wat <laughs> denk je? Hé, <laughs> hey, I almost shed my pants, man. En dus, dus op een gegeven moment zit ik daar en die man komt binnen en ik zie die maar echt kijken van what the fuck is dit? <laughs> Maar we hebben voor en hij eens gesprek gehad. Op een gegeven moment zei ik hem: van... Uh, I like young men. <laughs> en hij kijk me aan: I bet you do. <laughs> hij gelooft die <hij> ook nog. <laughs> I bet you do. Dus het, dus het, was, het ging erover dat ik weet hoe hij zich als jongen ontwikkeld heeft alles of en alles en zo. Het was een heel leuk gesprek, maar heel bijzonder ook. Dat ik, en het mooie was: hij is toen daarmee uh, zou hij nog een paar andere interviews doen. Maar hij kreeg, er was iets met zijn ding aan het toen was die tijd dat hij zijn drankje, net, dat water van hem van mij, net, er was iets gebeurd in Amerika, yeah. dus die man is op de volgende vlucht teruggevlogen. Yeah. En ik ben toen, was het enige interview dat die man gedaan had toen, uh, ja. die keer dat hij hier was, en I thought that was really cool. Ja, 50 Cent man, legendary ja. man, die was echt, uh... Ik ben ook de enige die Amy Winehouse in Rijnmond de slaat heeft gehad, niemand heeft anders Amy Winehouse op televisie gehad hier in serieus oh, was hoe was, was eerder... dat dan? Want ik heb haar één keer ontmoet, maar hoe was er... dat dan? Was... Ja, dat, we deden, uh, Marshall dus weer, Marshall is ja. naar Londen gegaan, naar een uh, jazzclub en hij had een show optreden daar en ze was nog helemaal niet bekend. Ja. En hij zei, deze is echt iets voor haar, maar dus laat ze moet hier komen. Dus net bij Sony heeft ze getekend, dus wij Sony bellen. Sony niet nee, ze is alleen maar voor de lokale markt, het is niet iets waarmee we internationaal gaan. Dus wij zeiden, nee, maar we willen er graag, we betalen het door het hotel, doen jullie de ticket, wij betalen door het maar oh, wij dan dan wij van van hotel, maar we willen graag in het en Amy is gekomen en after that she blew up. Ja. Like there was no tomorrow. Was het de eerste album van Frank volgens mij? Frank ja, Ja, yeah, ik, yeah, yeah. ik had nog een gesigneerde van, van Ryman en ik kan dat, ik had die CD nergens vinden. Dat is mijn grootste yeah. last. Uh, maar ook John Legend is precies zo gegaan. John Legend kwam als toetsenist van uh, Kanye, kwam hij naar mijn show. Kanye was er uh, is twee keer geweest. Uh, hij kwam met Kanye de eerste keer. Hij was toetsenist, speelde Through the Fire. Hij zong die hoge partij voor Kanye erin. En uh, die man is klaar met de optreden, weet je, en uh, na de show bijpakt, en die man kwam dan meteen en zei Hé, hey, binnenkort kom ik mijn eigen cd uit, uh, zou ik dan ook in een show kunnen spelen? <laughs> dus ik zei, hé hey, bra, dat is het goed, goed genoeg stuur het voor ons als het goede gist, goed je kan het geven. Ja, ja, kom gewoon. Kom en gewoon, en, en da daarna kwam die man, en die man was, en toen ja. kwam hij de tweede keer, en toen mocht ik hem zijn eerste gouden plaat overhandigen in wow. Nederland. Dus uh, ik heb zoveel coole shit meegemaakt ja. in die tijd, het is echt, uh, ja. Ja, maar daarom zeg ik, zeg maar, daarom wil ik je ook in Real Talk hebben, omdat ik vind, zeg maar, dit is ook de show waarin ik ook mensen hun flowers kan geven, maar tegelijkertijd ook dat mensen ook stil kunnen staan bij wat voor legendarische dingen mensen ook hebben gedaan. Omdat dat wordt niet altijd omarmd. Nee, Vaak ja. wordt het gezien van oh ja ja ja, maar toen ik opgroeide, ik zag jou gewoon legendary mensen interviewen. Dan dacht ik, en eh, maar dat wil ik ook. Maar ik wil ook uh, tv. Dus jij was sowieso ja. een blueprint voor veel mensen. Maar besef je dat ook? Zeg maar. Wat ik je hebt, allemaal nou, hebt gedaan ik, met Rijmer Weet Laat. Ik heb het nooit bij stilgelegd. De laatste tijd, steeds als ik met jonge tv-makers praat, krijg ik steeds met een compliment van je bent voor mij inspiratie geweest, noem maar op. Ik heb het nooit met die bedoeling gedaan, maar ik heb er altijd gezegd: van: Ik wil altijd wel de weg openen voor andere mensen. Dus ik heb altijd ook jonge talenten de kans gegeven om bij mij in het programma te komen. En weet je, dat ze ook mee konden doen. Gewoon, uh, Jan Dino bijvoorbeeld, toen Jan Dino begon, hij zat bij ons in, uh, in, het, in het management eerst bij mijn netwerk. En um, ik weet nog, op een gegeven moment hebben we dat programma gemaakt uh, met Jandino. een comedyprogramma doorgemaakt, een pilot. En de NTI wilde eerst er niets van weten, zei van nee, dat hebben we niet nodig. En toen hebben we echt gezegd, oké, okay, je wil rijmen eens laat nog een seizoen? Dan ga je hem ook uh, zes programma's laten maken. Oh wow, je Hopelijk. stond gewoon... Uh... Net hebben we toen, als ze als, als dingen hebben we dat gevraagd, toen hebben ze Jan Dino zo'n programma gegeven en de rest is history. Oh wow, Ja. Maar wow, dat is mooi man, dat is, ja, dat, weet is... Je, dus dat is, dat is, dat is, we hebben het, ik weet ook nog, Ruwe, toen Roé voor het eerst met zijn dingen, Roé was echt nog onbekend, hij kwam hier met de Comedy Train, kwam hij, en uh, ik had die man in Suriname al een paar keer dingen gedaan, hij was echt net begonnen, Jong boy, weet je, die man, hij leek echt ook, hij was nog echt helemaal jong. so skinny, je moet dat filmpje een keer terugzien van uh, Roé in de Comedy Factory, en ik zat met mijn productieteam te praten, ik zei, hey, er is een Surinaamse comedian gekomen, we moeten die man in de Comedy Factory. En uh, de, de, mijn productieteam was toen nog niet zo gekleurd. Was nog iemand? Ja, nee, maar nee, niemand kent hem. En uh, is hij weggeschikt voor tv? En ik moet helemaal niet luisteren. Ik weet niet hoe je links of rechts wil verkopen, maar deze man komt in mijn programma. En toen heb ik zeg maar, eindelijk iemand van mijn eigen land die hier komt om iets te doen. Hé hey, man, komt in mijn programma. En zo is hij in het programma gekomen. Kenny B, same week. Ik en ik wil Kenny B als muzikale. Ja, maar niemand kent Kenny. B. Ik zeg: dat maakt niet uit. Ik ken hem. Ja. En het is noblesse oblige, adel verplicht. adelverplicht. Ik als Surinamer moet ervoor zorgen dat ik andere mensen ook de kans geef om ja. te komen. En zo hebben we steeds. Uh, Shai is bij ons begonnen, toen ook met uh, Rijman de slaat. Ja. Uh, ik heb op een gegeven moment een programma gemaakt, Baas Rijman. Waarin ik met Ryan Pandey, uh, Nabil um, dus, dus, hebben een programma gemaakt. Uh, op, een, op een gegeven moment vond de NTR, of de NPO vond, uh, dat we jonger moesten gaan. Een jonger programma moesten maken. Dus ik heb toen echt die jonge commissie allemaal. Daar heb ik een programma mee samengemaakt. En die fokkers hebben ons door rechtstreeks tegenover de Voice gezet, ja, wat dus... echt op zijn toppunt zat. Dus ja. ja, we konden gewoon niet scoren, we wilden wel, maar het, het ging gewoon niet. Ja. En toen ze, nou, dat was hun manier om langzaam maar zeker uh, mij af te schrijven van die zender. En maar geloof je uh, dat, uh, hebben ze dat voor je gevoel expres gedaan op bepaalde ik, niet, ik kan niet wijzen dat het ja. expres is, maar het voelde, het smaakte niet goed. En daarna <laughs> ja, alsof... is eigenlijk alles wat ik, waar ik mee kwam, en ik heb later ook van producenten gehoord die mijn naam dropten, dat ze dan zeggen nee, dat gaan we niet doen. En, uh, en uh, het is zelfs ook een keer door een van de toppers van uh, NPO in een, in een interview toegegeven van dat ze ja, vanwege mijn attitude uh, op een gegeven moment maar hebben gezegd dan stoppen we ermee dus. Dus vanwege je attitude maar... maar mijn attitude was dat ik daar tegen alles inging en dat ik... Ik nam geen K en we hadden een Rotterdams bedrijf ja. en wij namen van niemand K. Dus uh, als men het werk belde naar Hilversum, zat iedereen te trillen bij de RTO. en ze wisten we gaan die mannen gas geven en ja. op een gegeven moment ja, uh, is dat werd het niet gewaardeerd of zo, ik weet niet. Maar weet je, ik heb geen bewijzen voor van nou, dus ik kan ja. niet zeggen... Maar dat is het is gewoon je gevoel. Maar mijn gevoel was niet goed erbij. Ja. En als je dan informatie achteraf krijgt van hoe mensen hebben gereageerd... en uh, op je naam als het werd gedropt voor een programma... dan weet je dat er meer aan de hand was. Maar ja. uh, hey, ik ben aan de ene kant ook heel dankbaar voor die periode... Because it made me resilient. Het heeft me laten opstaan. Zeker. Weer. Het heeft me, weet je, en ik ben nu in een hele coole fase van mijn leven. En uh, ik adviseer nu jonge mensen die in de media willen gaan. En, uh, ik, doe mijn eigen, ik adviseer bedrijven op het gebied van diversiteit en inclusie. Op uh, werkgeluk. Uh, um, hoe geef je intercultureel en intergenerationeel uh, feedback? Dat zijn allemaal dingen die ik doe. En hé, hey, I have a great life. Dus het is. Ja. Uh, maar. Ik vind wel dat mijn, uh, zoals ik bij de TV ben weggegaan, dat heeft me wel een nade naast me gegeven uiteindelijk. Ja, want, 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 want wat ik me kan herinneren is zeg maar, Rijmen Laat was, was booming. Want hoe lang was, was Rijmen Laat? Was, 16 welk? jaar. 16 jaar. Ja. Dat is, dat is lang hoor. Het is langslopende personal late night show geweest van de Nederlandse omroep. Dat is toch ongelooflijk? Ja. En, en, maar, maar neem ons even terug naar het begin, want hoe krijgt... Een guy uit Suriname. Gewoon zo'n grote talk. Show. Hoe heb je dat gehosteld? Het is begonnen met de Comedy <laughs> Factory. Dus ik op een gegeven moment was ik. Ik, ik was begonnen. Dus nadat ik niet aan het S-dingen maak, was ik razend in Suriname. Ja. En ik denk, ik ga Toeren door Holland. Ja. Maar het was gewoon buurthuizen van, weet je, dus echt alleen maar Suriname, waar Surinaamse concentraties waren. Want ja. Die werden gebeld door familie Eimand hey, komt kijken. Dus de leuke jongens van ons. Ja, ja. En op een gegeven moment uh, kwamen die guys van mijn netwerk bij me, want er was. Uh, bij de NPS was het toen, als er een vraag binnenkwam, er moest meer, meer culturaliteit op de televisie komen En ze wilden een programma gaan maken, een zwart programma maken. En die mannen zochten dus overal naar een zwarte presentator, een leuke comedie die dat kon doen. Maar in Nederland waren al die jongens die moet me niet vragen omdat ik zwart ben, maar me vragen omdat ik goed ben. Ja. En ik had zoiets: vraag me omdat ik geel, groen, geel, whatever ben. Maar begin me te vragen en dan ga ik je laten zien dat ik goed ben en dan ben ik niet meer weg te denken. Ja. Dat was mijn strategie. En ik kwam daar voor de eerste meeting en die man zei: een ja, leuk programma bedacht. En de, de werktitel is de, de Cotton Club. De Cotton Club. Ach, oh, zei wat? <laughs> <laughs> ik zeg, ik denk het niet. Ze zei: Hoe zo is het toch leuk? Is toch die Club in Harlem? Een beetje gezelligheid, dat moet het uitstralen. De <laughs> Cotton Club. Dus heb ik ze even een beetje. Uh, <laughs> <laughs> ik heb ze een beetje perspectieven gegeven van wat de Cotton Club werkelijk was, en hoe dat in elkaar zit. En toen hebben we uiteindelijk gezegd: We gaan een stand-up comedy programma maken. net bij de Comedy Factory. Ja. En toen heb ik uh, drie seizoenen Comedy Factory gemaakt. En toen zeiden ze: Weet niet, de Late Night Show. Nee, toen heb ik die overstap naar DNA's gemaakt in 2001. Toen ben ik begonnen met Rijm en de Slaat. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk langzaam begonnen met Man om de Rijm de Slaat te maken. En dat begon eerst op de donderdagavond. En toen zijn we langzaam met twee of drie seizoenen op NPO 1 gekomen op de zaterdagavond. En daar zijn we altijd gebleven. Wat, want hoe maakt je. Want op een gegeven moment. Wat ik een power move altijd vond. Is dat jij dus. Kijk, wat mensen niet begrijpen is dat bijvoorbeeld. Als je een presentator bent. Uh, dan is dat je rol, je krijgt een draaiboek, je kan een beetje praten ja. soms met de redactie. Maar iemand anders bepaalt de invulling van de ja. show. Dus hoe je het ook werd of keert, iemand anders bepaalt. Maar ja. jij was in een positie dat je dus ook nog eens mede-producent werd van je eigen programma. Ja. Was dat een business move die je van, vanaf het begin al had uitgedokterd in je hoofd? Of is het ontstaan? Ik, hoe is het nee, gegaan? Nee, 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 ik had zoiets ik van, ik bleef een paar jaar werken voor een productiemaatschappij en daarna ga ik het zelf doen. En toen ik zelf wilde gaan, ik zou solo, toen heb ik met mijn netwerk gesproken en die zei: Dan kom je bij ons liever. Ik bedoel, we willen liever dan met je partneren. En toen ben ik een partner in het bedrijf geworden, want ik zou gewoon aan de solo gaan. Want ik, ik heb nu genoeg kennis opgebouwd om het te gaan ja. doen. En ik heb een naam opgebouwd. Uh, ik kan door standalone shit if I want to. Ja, maar grappig uh, dat was, je dat wist uh, om te doen. Ja, maar toen was ik, uh, loyaliteit ook, want die waren me ook de kans gegeven om te groeien van mijn network. Uh, Peter Wilmer en Mark van Staver, heb ik gezegd: Oké, okay, guys, dan ga ik met jullie samen. En toen zijn we dus uh, samen doorgegaan met mij als mede-eigenaar van mijn netwerk. Want dat is wel waar de business zit, toch? Voor de mensen, voor hey, de duidelijkheid. Hey, 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 luister, ja, luister, ik heb dat ik geleerd. You have to be self-ownership, heb ik van. Ja. Dat is, ik heb een tijdje heb ik kunnen meelopen met uh, Stedman Graham, de man van Oprah. Oh ja. En Stedman heeft me altijd geleerd, self-ownership is the key to success. We need to own our own shit. En dat heb ik toen ook geleerd. Dat het op een gegeven moment financieel fout ging met mij heeft met een hele andere reden geweest. Het is gewoon verkeerde adviezen gehad en niet slim geweest. Maar ik heb wel geleerd van wat het betekende om mijn eigen baas te zijn. En toen ik op een gegeven moment uh, werd geweigerd door de NPS, of door de, N de NPO, en um, ik daarna allerlei soorten met formats kwam die allemaal werden afgeblazen. Die zijn, nee, dit is niet goed, ga jezelf weerhouden, aan de dit zitten. Toen dacht ik, fuck it, ik ga nooit meer een andere man van mij laten bepalen wanneer ik wel of niet werk. En toen kwam uh, Leonard Lennart in mijn leven en met Leonard Lennart heb ik eindelijk die positie nu kunnen bereiken waar niemand voor mij gaat bepalen wanneer ik wel of geen werk heb. Ja, want dat begrijpen mensen ook niet die misschien meekijken en denken van als presentator ben je altijd afhankelijk van degene die jouw werk geeft. Het productiemaatschappij uh, bepaalt, de omroep bepaalt ja. en als de omroep zegt tot hier en niet verder, dan ben je ja. klaar. En commerciële tv's nog liever, want is, je die je kijken dus gewoon naar de zeggen, cijfers. Ja, Hey, maar hey, ook de publieke omroep, hè? De publieke omroep is geen, was geen haarbeten. In de laatste fase, ik weet niet hoe het nu is, maar de laatste, tijd, de laatste fase dat ik daar was, was gewoon een commerciële inslag. Ik denk dat daarom Frans Klein zo makkelijk de overslag maakt nu naar Talpa. Want zo werd er ook gekeken naar. Uh, het werd gewoon commercieel. Ja, je scoort niet genoeg, je had diepe dingen. Ik moest hoger scoren in de jonger publiek. Terwijl het gemiddeld publiek van de televisie is 52 jaar oud. Jongeren keken toen al niet meer naar televisie, maar ik moest wel jonger scoren. Ja, dan ga je dus een jonger programma maken. Maar als je daar rechtstreeks tegenover de Voice wordt geprogrammeerd, <laughs> dan ja. je je: Ja. En nou, dat is gebeurd uiteindelijk. Maar hoe kijk je nu, zeg, met alle kennis die je hebt, naar het medialandschap nu? Is er een, een heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden? Is, er, is het positief veranderd? Of zie je nog steeds nou, je hetzelfde? Ziet wel, je ziet meer kleurgezichten, je ziet dus wel meer kleur in de media. Uh, maar als je kijkt naar de redacties en de programma's waar het komt, is al white. Dus daar is er nog niet veel veranderd. En daar moet die verandering plaatsvinden. Niet alleen maar met de poppetjes op tv, want dat is makkelijk af te vinken. Maar het begint ook bij de. En daarom mag ik van Omeroes Ik was vandaag even in Omroep zwart en zie ook dat wat er daar werkt. Kom je alles tegen van. Van extreem wit tot extreem zwart, om het even zo te noemen. Alles wat er tussen zit, alles wat in Nederland te vinden is, ja. zie je daar terug in de redactie. En dat is wat we ook bij Rijmen en Slaat op een gegeven moment ja. hebben gedaan. Dat was het succes, waarom we 15 jaar zo goed waren. Toen ik kwam bij mijn netwerk was het alleen maar uh, Marian, Margot, uh, Marcel. Uh, maar alles begon met maar. Maar na een paar jaren hadden we Turkse medewerkers, Marokkaanse medewerkers, Antilliaanse medewerkers, Surinaams, hadden gewoon een de vertegenwoordiging van de grote groepen in Nederland... waren gewoon ook in mijn redactie. Want ik vind, dan maak je het even voor iedereen... Ja. als iedereen zich ook gehoord voelt... en iedereen mee kan praten over wat je doet. En dat mis je nog. Zeker met nieuwsprogramma's zie je dat ook. Maar ook ja, ik, de gezapigheid op televisie... met alle respect over het algemeen. M men blijft in hetzelfde circuit handelen. Dat zie je ook bij de commerciële televisie. Ik bedoel, de formats... Die, die, ja, de ene is een, is een nog steeds zwakker aftreksel... van de andere dat komt. Ja, dus, die, die zangprogramma's gaan heel verder... DNA-zanger, zanger van de Wat is het Doordat men in hetzelfde, met dezelfde visie steeds maar blijft en ja. missen ze innovatie. En innovatie komt door andere groepen mee te betrekken in je redactie, om andere groepen mee te trekken in de ontwikkeling van je programma's. Want Nederland verandert, brother. Nederland is aan het veranderen en je kan niet meer alleen maar vanuit die ene visie blijven om programma's te maken, want dan gaan we de boot missen. Ik zei het laatst ook bij Galit en Sofie, Nederland was altijd een van de meest innovatieve landen op het gebied van tv-formats. Waar zijn we nu? Kijk maar naar die gezapigheid, jongen. Het is allemaal in hetzelfde. Als het nou een BNB voor liefde is, of, of weet ik veel wat, of uh, opnieuw starten of ver weg. Het zijn allemaal dezelfde concepten die men bedenkt. Ook al die muziekshows met, uh, die, die worden bedacht. Als het nou de Voices of Idols of zo. Het is allemaal hetzelfde concept. Ja. Er wordt een klein ding aan veranderd hebben we hebben een nieuw programma. Ja. Terwijl er zoveel mooie dingen zijn die gemaakt kunnen worden. Als je gewoon naar jongeren luistert, als je gewoon andere mensen de kans geeft die andere invalshoeken hebben. Maar Hilversum is nog steeds heel erg, ja, in een bubbel. En als die bubbel niet doorbroken wordt... Ja, maar daarom ben ik ook een voorstander van mensen die... Uh, kijk, 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 iemand als jij... Sorry hoor, ik word, ja, maar maar net... jij bent, jij, Kijk hoe waardevol je bent. Phoenix, elke ochtend, je bent een fucking begrip... voor een heel groot deel van een Nederlandse jeugd. Iedereen, iedereen weet wie Fernando is. Ik weet nog, een tijd geleden waren we samen bij een corset, ik, ik zag gewoon nu die kids op je reageren. Maar, ei, van, hé, Fernando is hier, dus... Hoe kan het dat jij dit, deze talkshow op je eigen kanaal moet doen en dat je niet gewoon een, bij de NPO ergens een, een dingen hebt? Is ja. eens open? Ja. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Mijn moeder zei het laatst zeggen. Maar wat ik ook soms in geloof is. Uh... Het leven brengt je soms op bepaalde plekken. Kijk bijvoorbeeld, stel dat ik het makkelijk had gekregen. Mm -hmm. Dan had ik niet bijvoorbeeld de mindset gehad om dingen zelf te bouwen en te filmen. Vond mijn cameraman is er vandaag nu niet. Ja. En ik, be ik bedien nu drie camera's. En ik record ja. de hele podcast. Ik zou, denk ik, dat soort dingen nooit kunnen leren. Als het me makkelijk geven. Dus ik denk, mijn rol in life is. Ja. Ik moet het op de moeilijke weg ben, doen. Leren. Ja, nee, maar, is, maar, ik, en ik ben blij dat je het ook zo ziet, ...want Dat is je positieve ja, 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 ja. Maar ik zeg. How much is going to fucking waste? Dat die man zijn eigen camera alles moet doen. Ja, ja. <laughs> <laughs> how much talent is, is going to yeah, waste yeah. over daar? Yeah. Dus het is ook met de mindset waar we naar kijken dat het heel belangrijk ja. is. En ik vind van. Uh, we, zouden, we zouden. Ja. Hoe moet ik het parlementair zeggen? Hilversum moet gij inzien dat Nederland groter is dan alleen maar Hilversum. De Nederlandse, als je kijkt naar de diversiteit op televisie, zelfs de Nederlandse diversiteit is ver te zoeken. Want als je iemand in een Gronings accent of een, een, een Limburgs accent wil horen praten, moet je naar de regionale omroep gaan. Je gaat ze nooit horen in de, in de, in de nationale media. Ja. Want een nieuwslezer met een Drents accent, dat is ondenkbaar in Nederland. Ja. Je moet eerst goois leren praten. Dus zoals iedereen heel veel zijn praat, dan hoor je erbij. Je ja. Die ook geen idee wat in de rest van Nederland gebeurt. De maar is laat maakt in Rotterdam. Weet je wat onze eerste commentaar zouden horen? Ja, maar waarom zo ver? <laughs> Verkeer Rotterdam. Ja. ja. Maar wat ook, wat ook kwalijk is, is en, en daar hebben we ook wat meer verantwoordelijkheid bij. Kijk, op een gegeven moment merk je ook van. Uh, als je op een bepaalde manier moet praten om op televisie te komen, gaan mensen opeens ook anders praten. Ik heb heel vaak mensen betrapt van dat ze in privé praten anders dan op televisie. Ja. Maar wie ben je nou? Snap je Is die erg? Van als ja. jij gewoon zo praat als hoe je communiceert. Ja. Is good. Maar ik heb zoiets van. Uh, in de wereld waarin we leven, wordt bijna. Uh, Heel moeilijk gemaakt om in jezelf te geloven, om jezelf te zijn. Je moet bijna heel vaak iemand anders zijn om te kunnen horen bij een bepaalde groep om geaccepteerd te worden. Terwijl ik zoiets heb van. Elk persoon, elke nationaliteit heeft iets moois. Als je dat bij elkaar brengt, dan maak je de mooiste dingen. Ik denk dat dat ook het geheim en de kracht is geweest uh, van Van Phonics. Toen ik daar kwam in 2004, toen wilde ik als radio DJ het verschil maken. Ik wilde. Uh, een frisse sound brengen, ik wilde hip-hop music op de radio op de kaart zetten, ik wilde afro-music. Al die dingen die ik heb willen doen, heb ik kunnen doen in een omgeving waarbij ik nooit werd belemmerd. Want ja. mensen doe je ding. Maar dit zou ik nooit bij 538 kunnen of Q-music. Ja. Maar zou kijk ik... wat er ook gebeurd is. Toen de NPO overnam, toen de NPO van overnam. Het eerste wat ze hebben gedaan aan de leiding is een witte man aan de leiding zetten. Ik wil niet lullig doen, want ik zeg niet dat het niet kan. Maar er is zoveel talent, black talent. Het is een black radio station. Het begonnen is vanuit de, vanuit de multiculturele jeugd in Nederland. Maar Willem Stegman was ook white, de oprichter. Uh, hè? Ja, oké. Okay, maar ja, Willem, maar ja. Willem, Willem heeft het gedaan met de black, met, met de black community. Ja. En uiteindelijk, als je kijkt naar de targetgroep. Wat, wat hoor je op Phoenix en wat hoor je nog steeds. Is wat er niet gedraaid wordt op de, op de, op de traditionele radiostations. Ja. Maar het heeft wel zijn doelgroep bereikt. En als je kijkt naar de liedjes die op Phoenix worden gedraaid. Wanneer je naar de YouTube hits gaat van die liedjes. It blows your freaking mind. Ja. En, dat zei ik ook van, dan maak je dat tot een publieke omroep? Toch? Op, op, tenminste is het met Fenix gebeurd. Ja. Maar het heeft wel even geduurd voordat ze door hadden... dat je die identiteit wel bij de mensen zelf moet laten. En dat je het niet van bovenaf kan bepalen. Oh ja, nu hebben we leuk station. Dan gaan we nu even kijken ja. hoe we dat te kunnen invullen. Maar ik denk dat de kracht van Fenix is ook dat het. Uh, ze noemen het Sano de serie, Maar het is eigenlijk gewoon ook gewoon dat welkom bij jezelf gevoel Dat mensen zich ook thuis voelen op ja. het platform. Wij hebben bepaalde. Uh, content of wij bespreken dingen maar of verschillende nationaliteiten ja i love it en daarom soms zeggen mensen waarom zit je i love it ja. in de ochtend voel ik mijn plicht als radio dj om mensen te educeren give me good vibe uh, een platform creëren voor ja. verschillende mensen mijn best doen snap je en dit gasten is die bij jou komen hoor ik echt niet op andere stations van ja, klopt <laughs> nee serieus ja, ja. weet je dus dat is de difference die ja. en ik zeg en dat is ook jouw rol nu weet je dat, dat is ook jij dat soort ik Deuren openmaakten voor mensen die niet gezien werden. Ja. Ben je zelf aan het doen. Dus ja. Um, ja, ik ben heel erg trots op het werk dat jij doet, omdat ik zie van dat er mensen hebben gezien van hoe het ook kan. Ja. En dat if we don't stick together, we won't make it. Ik denk dat dat ook, maar dat moeten we ook mensen ook mensen educeren. Zeg maar, samenwerken is ook belangrijk, want ik heb vaak het gevoel dat er vaak een soort eiland is. Dus zeg maar, wij moeten eigenlijk kennis ja. delen. Ja. Dus jouw kennis is waardevol. Wat jij hebt geleerd. Ja, wat je jarenlang op de tv hebt meegemaakt, achter de schermen, voorschrijven, daar kan ik wat van leren. Daar kan iemand anders wat van leren. Want dat is goud. Kennis is goud. Houdt Kennis is, is macht. Van, ja. Kennis is alles. En je moet het delen. En dat doe ja. ik wel met plezier. Maar kijk, we hebben, zitten hier dat heet real talk, Fernando. Als je kijkt naar vooral de afro Caribische community, we hebben een probleem om elkaar dingen te gunnen. Maar dat is zo raar. Het ja, ik... is heel raar. Ja. Als je kijkt naar andere communities, kijk gewoon alleen maar naar de Afrikaanse community hier in Nederland. Ja. Hoe snel die mannen economisch gegroeid zijn. Waarom? Die mannen hebben die Ubuntu-cultuur. No matter what happens, we support each other. Ja. Als een Afrikaan iets maakt, gaan we het bij hem kopen. En als het niet goed is, gaan we hem zeggen dat het niet goed is... maar we gaan niet naar iemand anders gaan. Terwijl wij vanuit ons koloniale denken... daar heb ik het over de Afro-Caribische cultuur... Ja. vanuit ons koloniale denken vaak de neiging hebben... to break each other. Weet je? Ja. Het, is, het is een soort alsof het in ons DNA zit van... the guy who's closest to the house has the most to say. Ja. Dus we moeten dat ook... En, als we niet leren om die samenwerking beter te laten, dat we elkaar ook echt de dag gunnen, dat we elkaar echt ook willen zien flourishen... Ja. gaan we er nooit komen. Maar dat ligt ook, zeg maar, want vaak wordt gezegd van... tuurlijk zijn trauma's vanuit ons verleden... maar ik zeg ook, op een gegeven moment kom je op een punt... dat je ook verantwoordelijkheid moet nemen voor je trauma's... Uh, en ik kan denken, oké, okay, maar hoe ga ik het nu veranderen? Emancipate Kijk, yourself ja. for mental ja. savoury. That's why Bob ja. so is saying it. Want in principe, perfect zullen we nooit zijn. Maar je kan <laughs> wel in ieder geval, je, je kan ook zeggen, laat, laat me hem gunnen Fair, vandaag. Ja. Laat helft van het brood ook voor jou. Want samen staan we veel sterker dan als perfect. ik in mijn eentje ga vechten. Ik heb liever dat je ook mijn back ja. hebt. Want daarmee kan je het gewoon groter maken. Stel voorbeeld, ik heb mijn eigen talkshow. Uh, ik nodig jou uit en we hebben een conversation. Maar daarmee uh, zetten we ook mensen weer op jou. Hé, hey, maar die Rajman is een legend. Ik wist dat niet. Je geeft ze informatie. We, we moeten elkaar het podium blijven geven. Ja, maar dat, dat, is, dat, dat is wat ervoor ja. zorgt dat de informatie er is. Ik bedoel, ik doe het in mijn vrije tijd. Ik hoef geen real talk te maken. Maar nee. ik vond dat er een behoefte was om bepaalde verhalen vast te leggen die normaal gesproken niet de plek krijgen op televisie. Zo, zo breed, zo open als jij nu spreekt. was al lang iemand ingesprongen. ingesprongen. Ja. Ah! Ah! Maar, kijk, maar kijk, je hebt laatst met Humberto gesproken. Ik vond het een fantastisch interview. Waar Humberto ook zegt, die onderschatting waar hij steeds tegenaan loopt. Als er één persoon is die zich bewezen heeft in Medialand, hier in Nederland. Is het Humberto Tandem. Sowieso. Wel. Die man heeft een juridische opleiding. Hij is een van de hoogst opgeleide presentatoren qua opleiding in Nederland. Want er zijn heel weinig met zo'n hoge opleiding ja. als Humberto. Toch wordt hij ja. onderschat. Ja. Constant, constant, constant. Maar, dus zie je ook van... De we hebben hem allemaal een draag op, maar als Umberto even van zijn voetstuk valt, is het binnen de eigen community het eerste die over Umberto heen valt en die hem die trap nageeft. Toen het met mij slecht ging, kreeg ik de meeste backlash uit mijn eigen community. Niet van de the, the, the other side, nee, onze eigen community. Dus we moeten ook leren dat we onze eigen mensen ja. meer supporten. Ja. Ik sprak vandaag met iemand die zei: JC heeft altijd gezegd: iedereen om me heen moet ook succesvol zijn, because when I fall, they will lift me up. Ja, heel belangrijk. En die, die mindset moeten we echt. Ja. Die moeten we echt meer gaan omarmen. Ja. En mensen zullen het niet met me eens zijn hier of zo. Uh, ik heb ook vaak het verhaal gehad dat ik met witte mensen werkte. Maar jij kent me. Jij wist de samenstelling van mijn programma. Ja. Ik ken de samenstelling. Ik gaf iedereen een kans die bij me kwam. Ja. Omdat ik vond, we moeten samen groeien. Ik heb nu ook weer ik heb, ik heb, laatst werd ik gevraagd om een, een nieuw programma te gaan doen. Ik zei ik wil adviseren heel graag. Maar er zijn genoeg jonge talenten die aan de deur staan te rammelen. Ik heb 15 jaar met dingen doen op TV. Ik zeg niet dat ik nooit terugkom. Whenever happens. Misschien komt een keer die opportunity dat ik denk van... Hé, hey, nee. waarom niet? Guess who's back. Guess who's back. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar ik vind van... We moeten ook steeds rekening houden met wie er aan de deur ramelt. En die moet je een kans geven. Laten ja. die doorbreken. Laten ja. die ook hun plek vinden. Ja. En het enige wat wij kunnen doen als een generatie die ouder is... Support, support, support advice. Ja. en advice. En wat ik ook denk voor de nieuwe generatie is... Leer het ook zelf doen. Omdat, kijk, tuurlijk... Uh, ...kunnen niet nu, morgen, Hilversum of welk ander platform... ...maar je, je bent in de positie om een eigen platform te bouwen. Ja. En, en, en sterker nog, je kan je platforms aan elkaar koppelen. koppelen. Stel jij hebt 10.000 followers, jij hebt 10.000 followers, jij hebt 10.000 followers... ...laten we alle followers bij elkaar zetten, dan hebben we er 40.000... ...en dan kunnen we vanuit die 40.000 een programma maken... Het ja. heeft ook met de mindset te maken van het durven, durven investeren en in jezelf. En daarin durven gaan zeggen van oké, okay, als we het met z'n allen samen gaan doen en die ene guy heeft meer succes, laten we achter hem blijven staan. Ja, want als hij succes heeft, dan kan hij ons mee nemen. Dan kunnen ja. allemaal in allemaal, allemaal ja. die slips ja. mee. Weet je, ja. en als ik dan, als ik dan met opzoek heb ik maar 10% van zijn dingen krijg omdat we allemaal zijn begonnen, hé, hey, het ja. is nog steeds 10% ja. van zijn arbeid. Ja. 10% van iets is Ik hoef die, die 50% van, ja. ik okay. die 50 van zijn yeah. arbeid te hebben, because he's working for it. Yeah. En dat, die mindset moeten we echt leren van. Yeah. We can connect, we kunnen zoveel samen doen. Weet je. Maar het minst en geringste vliegen we over elkaar heen, vliegen we elkaar in de haren. Um, ik heb het ook wel eens gezegd, als je kijkt naar die hele struggle over equality, uh, die we hebben in de black community hier in Nederland. Ik ben wel eens aangevallen door mensen die, weet je, die heel activistisch zijn, dat ze vinden van ja, ik ben een sell-out, of uh, ik praat te gemakkelijk, ik heb een, een keer een uitspraak. Bij uh, WNL. Het was toevallig de, de avond dat we het te horen kregen dat Umberto zijn programma gediscontinueerd zou worden. Dat hij werd bedankt bij Late Night. En uh, ik, ik kreeg direct apps van mensen. Die zei: ah, Kijk, zie je wel eens hier die blakke die man, die man mag niet dit, hij mag niet dat. Hij wordt weer geboycott omdat hij zwart is. En ik zei toen in de uitzending: Ik krijg alle hier binnen. Maar als je het mij vraagt, moeten we niet alles op racisme gooien? Want anders doen we, wanneer het echte racistische issues zijn. Uh, weet je, doen we onszelf tekort, want dan wordt dat niet serieus genomen als je van alles... En toen kreeg ik dus van één van de hoofd van de topactivisten neer. En dan werd ik, ik aangevallen op Facebook van ja, alles waar wij voor vechten haal je één keer onderuit. Dus echt gewoon complete disregard wat mijn track record was. Als zo ja, je bent één van onze voorbeeldvoerders als je dit zegt. En toen zei ik, toen heb ik op een gegeven moment, heb ik ook gezegd, ik ga niet reageren op Facebook, want we don't need to fight our battles on Facebook. Laten we een kopje koffie gaan drinken. Toen ja. ben ik maar gepraat praten, heb ik hem ook gezegd, luister brader. zoals ik jou verdedig, Wanneer ik in corporate kom en moet gaan uitleggen van waarom het belangrijk is dat we anders naar Zwarte Piet kijken, toch? En ik jou alles gun dat je kan zeggen wat je wil zeggen, moet je mij ook de kans geven om het op mijn manier te doen. Ik zeg, want wat jij agendeert, moet ik op de achtergrond immaceren bij die man die het moet gaan begrijpen waar ja. het over gaat. Die ja. jou alleen maar als een railschopper ziet, die jou alleen maar als een dingen ziet. Dus we moeten op een de battle that we fight. Is, there is not only one way to fight it. En dat is wat we vaak zien. Als je het niet op mijn manier doet, fuck you, dan ben je cellot en het, Nee, we hebben alles nodig. We hebben die man nodig die agendeert. Die activisten hebben we nodig. We hebben diegene nodig die meeloopt met die activist. Maar we hebben ook die diplomaat nodig die op de achtergrond uitlegt waarom die activist dit doet. En die kan verklaren. Want ik was in die tijd, was ik voorzitter van de Suri-profs. Ik zeg, ik moet dadelijk met de KNVB gesprek, met de BVO's, met de betaald voetbalorganisatie gesprekken gaan uitleggen. Dat er meer diversiteit moet komen in, uh, in onze... Het weer, besturen van die dingen in onze technische staffen van de BVO's. Want 65% op het veld heeft een kleur. Maar als je gaat kijken naar de, naar de, naar de BVO's en technische staffen, 3%. Ja. Als je kijkt naar de besturen, minder dan 3%. Ja. Die, die dingen. Dus, en het loopt iets scheef daar. En daarom zit bepaalde talenten die niet het maximale kunnen bereiken, omdat ze gefrustreerd raken op de club, maar dat ze niet herkend worden. Ze worden ook niet erkend. Ik zei dus, als ik dadelijk met deze mensen ga praten over diversiteit. Word ik als eerst geconfronteerd met waarom jij de straat op gaat? En ja. dan moet ik jou verdedigen en uitleggen waarom ik wel achter jou sta... maar dat het een onderdeel is van het geheel. Ik zeg: Dus het moment dat je mee begint af te vallen in het openbaar, steek ook zwak daar en dan ga je, word jij alleen maar de rebel weer oude kas. Ja. Dus we moeten, we moeten gaan begrijpen dat we op verschillende niveaus dat gevecht moeten aangaan. Ja. Weet je, en als we elkaar niet supporten daarin, gaat het fout. Ja. Ja, we moeten, ja, daarom zeg ik... je moet soms de verantwoordelijkheid ook pakken... voor ja. je eigen daar op allemaal levels. Ik okay. denk dat we... we zijn powerful people. We hebben heel veel mooie dingen gedaan. We doen mooie dingen. Maar je kan samen veel meer teweeg brengen. En deel, het is altijd deel die informatie. Share the knowledge. Ja, want dat is, is key. Ik geloof daar gewoon in. Ik bedoel, yeah. If you don't share the knowledge, man... Ik zeg ook, kennis die je niet deelt... is geen kennis, is puur egoïsme. Ja. Want als ik dingen weet waarmee ik jou kan laten groeien, dan moet ik jou dat vertellen. Als ik dat niet doe en ik laat jou niet groeien, dan hou ik jou tegen. En als ik jou tegenhoor, dan ben ik een asshole. Ja. Zo simpel is het. Wat had je graag willen weten wat iemand jou had kunnen bijbrengen waar je nu achteraf veel profijt van zou hebben gehad? Misschien een beetje mijn business sense. Dat ik, niet, dat ik, dat ik beter moest kijken naar wat er bij mij binnenkwam en hoe ik daarmee omging. Want ik, ik ja, weet je, op een gegeven moment verdien je shitload of money. En ik belde gewoon naar mijn account als ik geld nodig had. En verder wist ik niet wat er gebeurde. Ik ben een keer bij jou thuis geweest. Ik ga deze man. Ja, het is... nee, Ik kom bij jou thuis. Ik... Ja, thuis heb ik inmiddels verkocht. ik nee, als hij de... de... Ja, maar dat was, het was een fila hoor. Ja, dit was, was, een, Miami, was een Miami Vice. -master. Ja, man, deze man. Uh, ik uh, ik kwam binnen. Kijk me. We kwamen aan in de, in de Porsche. kijk me. <laughs> ik had <kan> een Jimmy <laughs> worden, niet zo. Nee, ik was trots, want ik denk: Kijk, ik kan zo kijken. van, ja. hey, Ik ben echt trots. Want ik zie van waar je bent gekomen, het is ja. gewoon een villa gewoon in Almere. Ja, nee, ik had er wel echt 330, 100 vierkante meter terrein, 750 woonruimte, meter woonduitje. Ik had een pand of zwembad, eigen bioscoop, alles had ik ja. in maar dat is, mijn idee van succes was dat toen. Ja. Ik ben nu op het punt gekomen en ik zie van, nee, dat is een uiting van wat je make. Echte succes is ochtends opstaan met het gevoel van: yes, ik mag weer aan de slag en ik ben happy met wat ik doe. Ja. En dan kan, je, dan kan je een fucking achter de vuilniswagen hangen, maar je kan succesvol zijn. En dat is ook een mindset die we moeten leren. We moeten, want onze jeugd kijkt alleen maar naar die Biggie Osso, die Biggie Waggie, ja. die Doekoe. We moeten, ja. we moeten kunnen flappen in de club. We moeten, we moeten met bottles te Ik zat laatst om, om, om een knaap uh, fiets, fatbike te fietsen. Toen was er een vrouw die zei tegen een vriend van mij: hé, hey maar. Hoezo zit Fernando op een fiets? Hij zegt, wat bedoel je? Ja, maar hij is toch Fernando van ja. de radio, podcasts, dat soort dingen. Ja, hij zegt, wat vraagt hij dat hij rijdt Hij moet minimaal een Audi of een Mercedes nee, 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 of misschien ja. zoals een Lambo. Toen dacht ik, maar, maar, dus ik mag niet eens vrij <laughs> op mijn vet Dus ik moest hangen. <laughs> nee, maar dus, dus die mindset heb ik ook moeten aanleren. Ja. En ik heb eerst, I need to, I need to, ik moest echt rock bottom hitten om daarachter te komen. Ja. En ik vind het ook, want ik, ik ben eigenlijk blij dat ik die downfall heb gehad financieel, want het heeft me een beter mensen gemaakt dan ik toen was. Dat, dat voel ik, ik ben veel gelukkiger met wie ik nu ben. Het ging op een gegeven moment naar je hoofd, het succes, want ik vraag me altijd af als ja, je... Tuurlijk. Ja, Ja, man. Waarom? Je wordt op een pedestal gezet. Je, op een gegeven moment, je maakt een programma, je hebt voor jezelf niet goed gepresteerd, je vond het echt druk. Maar je komt naar buiten en iedereen zegt, wow, dit was te gek, man. <laughs> Ja. Dus je gaat het ook geloven, want achteraf, als ik erachter natuurlijk zeggen ze dat, want everybody, his meal ticket was, was afhankelijk van mij. Ja. Dus je hebt iedereen om je was, heen, ja, ja, Iedereen om je heen, ja. die, 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 ja, die bloos wind op je ass ja. en je denkt, ik, ik zweef als een motherfucker. <laughs> nee, weet je dus, dat zijn allemaal dingen die ik geleerd heb ja. in het proces ook. Ik denk dat mensen dat niet begrijpen, want. want uh, ...dat je soms kan vliegen of naast je schoenen kan lopen. Kijk, ik heb dat nooit echt gedaan. Ook omdat ik zeg maar... ...mijn moeder had met haar mechanische ja. slipper... ...of nee, de dus boomerang Mijn moeder en mijn vrouw heb ik ook, ben ik ook snel weer teruggekomen. er ja. ik had, echt, ja, oh, had ik echt momenten dat ik dacht dat ik de guy was. Ja, yeah, hey, nee. guy. Weet je, dat, dat dat was echt mijn idee, weet je? Dat ik thuiskom en dat ik. Hé, nee, dames, maak een grap. En dat mijn vrouw en mijn kinderen me aankijken. Hé, hey, luister, oh, we hebben geen kaarten gekocht, dus je hoeft je niet grappig te zijn. Ja, maar dat is belangrijk om ja. zeg maar, mensen ook om je heen te hebben die jou humble houden. Maar ik, ik snap mee. ook dat als jij. Want op een gegeven moment was je gewoon miljonair en je had gewoon. Ik had alles wat ik wilde. Ja. Dus je denkt ook van. Nee, maar, je, je, uit gekheid was je niet wat je moest doen. Ja. Dus, en ik Mijn vrouw, zo wat doe je dit weekend? Zullen we even naar London gaan? Een beetje gaan shoppen. Zullen wat is het gekste wat je in die tijd hebt gekocht? Dat je bij jezelf denkt, what was I thinking? Wat voor gekke aankopen deed je doen? A black man with money, what did you do? Bij is het gekste wat ik heb gekocht, is een Tom Ford suit van 3000 pond. Wat? <laughs> Want dat dat kon. <laughs> maar je was niet van die. Van die, die uh, ik heb uh, nooit dure uh, horloges en dat ja. soort dingen gekocht. ik kan niet op mijn pols kijken en denken: shit. Ja. Het is 40.000 euro. Ja. Ja. Time dit, is dit, pressure. Time dus, is pressure. Het dus, 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 ja. is echt duur. En de, de tassen, de tassen voor de wife Ja. Die <laughs> tassen ja. Die tassen zijn slecht want je weet, die tas heeft, heeft andere uitvoeringen. Hey. Je hebt zeg maar die inloop, je hebt die andere die is iets groter en die andere ja. past bij die andere outfit. Ja, dus die was die zeggen, weet je ook, de Louboutin schoenen dat soort dingen allemaal. Ja, dat is allemaal tuurlijk, het is allemaal geweten, tuurlijk. Ja, het zijn allemaal dingen. Weet je, maar op een gegeven moment zie je ook dat de meerwaarde ja. is niet heel Ja. Maar het is wel wat je naar buiten toe laat zien, wat voor anderen een soort target wordt: van dit wil ik ook bereiken. Ja. Dus mensen gaan dat vereenzelvigen met succes. Die ja. grote auto, dat grote huis, die duurt het als van je vrouw. Die louboutin patas waarop je loopt. Dat gaan mensen zeggen: hé, hey, die man, die he made het. Maar kijk wat hij. Hey. Maar ik heb me voorstel dat je ook gewend raakt aan die spullen. En dat ze op een gegeven moment ook een bevestiging worden van je succes. Maar hoe moeilijk is het op een gegeven moment om afstand te nemen van al die spullen? Want ik geloof volgens mij in 2016 ja. had je die financiële uh, ja. situatie. Het, ik weet niet hoe hoog je schuld toen was, maar een paar Dus uh, uiteindelijk was het. Ja, Bijna anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen schuld. Dus, maar hoe gaat zoiets? Krijg je een telefoontje van de accountant en, en die zegt, hé hey bro. Hey bro, we hebben een probleem. Nee, maar gaat dat zo? Is het... Ja, het is genijndelijk al gegroeid. De eerste schok kwam toen ik wakker werd de ochtend en ik zat, ik zes ton in de schuld zat. En toen dacht ik: Oh, het goed maken. Maar ja, ik had mijn, ik had mijn hele leven niet. Ja, en toen werd het steeds meer. En op een ja. gegeven moment dacht ik: van Nee, nu moeten we echt het roer om. Maar kwam er geen geld binnen? van, Want, want het geld was vooral binnenkomen uh, nee, van er, de productie. er kwam geld binnen, er kwam geld binnen. Maar op een gegeven moment werd het geld minder. Want ik raakte mijn programma kwijt. Ik was gestopt met theater, dus er kwam minder binnen. Ah, en dan ik: ja. dat gaat hij meer opvullen. Ja. En dan gaat hij dus op een gegeven moment heel snel. Ja. En toen kreeg ik de bank, die zei je moet je huis verkopen, die zit dat. En ik heb het op tijd kunnen verkopen gelukkig, maar wel met verlies. Word ik dus weer een dingen overhield. Maar ik heb het allemaal heb ik niet afgehandeld. Ik heb, dus, ik heb, al, mijn, ik ben, ik heb al mijn schulden kunnen betalen. Ja. Uh, Hoe bizar is dat? In ja. die mindset, die switch. Van inderdaad, de ene moment ja. heb je alles en daarna opeens. Ja, ik zeg ga je die... eerlijk zeggen, toen ik op een gegeven moment mijn Porsche moest wegdoen. Ja. En die kan je netje, toch? Ja, ik had een jij, Ik heb een Cayenne helemaal matzwart gemaakt. Ja. Echt een badmobiel, motherfucker. <laughs> en uh, ik moest op een gegeven moment weg. Doen, want ja, het kostte me gewoon te veel. Ja. En toen kocht ik een het de in voor een, voor een Volvo. <laughs> en ik schaamde me met die Volvo te rijden. En dacht ik achteraf: Niks, waar ben je mee bezig? Een Volvo is een goede dat auto. Is een goede auto. ja, ja. Maar dat is dus dat is wat, wat um, sociale schaamte met je doet. Ja. Is dat je op een gegeven moment jezelf ook gaat. Uh, op dat niveau gaat van ja maar dan alleen ben ik waardig als ik die Porsche rijd. Als ik dat niet doe, dan gaan mensen me veel minder aanzien. En die periode heeft misschien een maand, twee maanden geduurd... tot ik erachter kwam van, really? En toen, ik echt, toen ben ik gaan zeggen van, nee, maar het gaat er wel goed in mijn leven. En als je dan gaat concentreren op wat het wel goed gaat in je leven... dan kom je in die stroomversnelling om weer terug te komen. Dan ga je zien van, nee, dit is wat goed gaat, dit is wat goed gaat. Ik heb een reputatie, ik heb een naam, mijn kinderen doen het goed... ik heb een goede relatie met mijn vrouw. Dit, en dat zijn de dingen die je op een gegeven moment... Weer de energie geven om weer ja. op te bouwen. Ik vond een van de moeilijkste dingen uit die periode, wat ik echt voelde. Ik, ik, ik zei dat tegen mijn moeder. Ik vond zeg maar, toen ik dat zag gebeuren, toen was er één moment waarvan ik dacht: van... Uh, wat mij echt raakte, ja. was toen je op een gegeven moment tegen je dochter moest zeggen dat ze van, uh, was studeerde in Londen. Londen ja. En dat je dat zei: van ja, de school. Eh, dat vond ik eigenlijk het ja, aller. Dat alle... was ook een van de zwaarste dingen ja. die je moest doen. Gelukkig was ze ook op het punt dat ze na jaren dat een beetje had gezien in Londen. Ja. Uh, ze wilde graag nog iets anders proberen. Ik zei: 'Maar als je iets anders wil proberen, ga je het in Nederland moeten doen.' Ja. Ik kon het gewoon niet meer betalen. Ja. Maar ik ben altijd eerlijk naar mijn kinderen geweest. En daardoor hebben ze ook nooit verwend gereageerd of dat ze teleurgesteld waren. En tegen dochter 'Mijn dochter, maar als ik ben heel dankbaar dat ik tenminste dat jaar heb kunnen meemaken.' Mooi. Weet je, dus het heeft ook wat je je kinderen meegeeft, is heel belangrijk. En ja, het was, het was, tuurlijk was het heel zwaar als je eigen kind moet zeggen dat hij... Ook... Ja man, ik zou... Oh, ja. Op een gegeven moment dacht ik ook, ik, ik betaal meer aan huur voor het kind... In de, voor een appartement van 20 vierkante meter in Londen... dan voor mijn eigen hypotheek van mijn huis. Shit's wow. wrong. Oh, wow En zeker als je het financieel daar niet mee hebt. Dan ja. moet je keuzes maken. Ja. weet je En dat heb ik zo ook geleerd. Als het er is, kan het. Maar als het er niet meer is en het kan niet... Deal with it. Ja. Maar blijf niet hangen in van ja, maar toen kon dit. Nee, het was mooi, we hebben het mooi meegemaakt. Ik ja. ben dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt, maar ik ben er niet in blijven hangen. Ja, belangrijk dat je weet dat doet. Weet toch... Ik ben erin doorgegaan, want als je erin blijft hangen, broeder, dan komen de depressies, dan komen alles, dan komen de burn-outs en dan zie je niet meer zitten. En dan, nee, weet je, ik heb, één ding heb ik geleerd: mijn kring is heel klein geworden van ja. de mensen om me heen. Ja. people that really mean it. And, um, Degene die me hieruit heeft geholpen is juist degene met wie ik toen geen vriendschap had toen ik aan mijn top was. Is iemand die naar me toe is gekomen en hij was rock bottom en hij kwam naar me en zei Hey, I want to help you out. What can we do? Een Amerikaan? Nee, nee, nee. Het is een, het is een oh. brother. De Benito oh. Doelwijd. Hij was de man die me heeft geholpen om weer uh, te rebuilden. Maar door de mindset aan te praten? Of? Mindset aan te praten door aan me mijn merk met me samen te bouwen. Om me te helpen oh. met mijn performance, noem maar op. En dat proces heeft drie jaar geduurd en ja... Nu heb ik, ik, ben, ik heb nog wel wat, Ik moet bij de belasting moet ik nog wat afbetalen, maar daar heb ik een regeling voor, dat gaat ja. helemaal goed. Die mensen vinden die altijd hè, de belastingdienst, de boys in blue, dat zijn de, 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 de echte gangsters. Schrijf, dus ze vinden ben ik ook altijd goed met ze gebleven. Ze, een... vind een... vind <laughs> ze vinden je altijd ze vinden je altijd! Weet de... je, maar dat ook dingen, ik, ik had, vroeger had ik geen idee wat de rekening courant was, maar dacht ik, ja, maar kijk naar nou, je rekening courant, dat is 1 miljoen, ik zeg, nou wat. Dus toch, ik heb mezelf geleerd, <laughs> ja. toch. Ik ja. hoef het niet terug want ik nee, zo werkt het <laughs> ja, ja, ja Je moet betalen erover, want je moet je denken... Ja, wist ik allemaal niet. Ja. En je accountant ook in de gaten houden, je boekhouder Dat is hey, ook belangrijk. Want ik had op een gegeven moment ook accountants die zeiden... Nee, maar ik ga je helpen. Die, dat, en ja, ik kwam na drie jaar dus nog steeds op hetzelfde niveau. Maar die mannen factureerden wel. Gewoon 60.000 en 70.000 euro per jaar. Wat? En nu heb ik een accountant. Een, 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 gewoon een hele nuchtere Noord-Hollander. <laughs> weet je? En... Ja, die man kost me nog geen, nog geen uh, 6.000 of 7.000 per jaar. Maar 70.000... Maar dan vraag je af, dan moet je af. Dan moet je hem ook goed zetten, vind ik. Als jij 70.000 euro... Dan... Ja. Nee, nou, dan moeten we... Begrijp wat ik bedoel? Ja. Begrijp wat ik dan bedoel? Je... Dus ja, op een gegeven moment heb ik zoiets van... de guy is taking half that I own. Ja. En toen dacht ik van... Nee, dan moet, moet het roer om. En op een gegeven moment heb ik alles achter me kunnen laten. Ik heb het roer om kunnen gooien. En... Ja, weet je... Ik ben blij dat ik door die, nogmaals, ik ben blij dat ik door die chissel door die bij heen ga. Waarom? Het heeft me gevormd als mens en het heeft me een andere kijk op het leven gegeven. Mooi. En, uh, ik, met de kennis die ik nu heb, kan ik anderen ook helpen om die door dezelfde molen toe te gaan, om diezelfde fouten te maken. En ja, ik ben nu, ik ben 57. Het gaat goed met me, weet je. Ja. Ik, uh, ik, ik heb genoeg opdrachten met wat ik doe. Uh, ik adviseer jonge mensen met, met de dingen die ze doen. Hé, hey, I'm a happy guy, weet ja. je. En. Uh, ja, waar ik mijn bijdrage kan leveren, lever ik mijn bijdrage. Want ik ben, ik zit in het comité 4-5 mei, zit ik in het landelijk bestuur van het comité 4-5 mei. Ik wil proberen om te kijken of we dingen als dodenherdenking en, en, en het vieren van de vrijheid, als we dat inclusiever kunnen maken, daarna ben ik erin gaan zitten. Zodat ook die jongens die op mij lijken, zich betrokken voelen bij Nederland. Ja. Hoe belangrijk is het om in dat soort posities te zitten? Jongens, dus in een beetje. Jongens, in een beetje. We dat goed ja, dat is ja, ja, ja. Ja, we weer een de <laughs> schandaal. Mensen, de mensen. mensen. Lekker. Ja. Ja, maar hoe, hoe belangrijk is dat om. De juiste mensen op de juiste plek te hebben. Want zeg maar, vaak willen mensen op de voorgrond staan en zitten en zeggen: hier ben ik, dit en dat. Ja. Maar achter de schermen is waar de magie eigenlijk plaatsvindt, waardoor je verandering kan brengen op de voorgrond. Ja, maar dat, dat is het. En daarom zeg ik dat redacties moeten veranderen. Daarom zeg ik dat productiehuizen ook anders zichzelf moeten gaan richten. En ja. we need to take charge of certain things. Als wij ervoor willen zorgen dat wij als, uh, ik weet niet hoe je het wil noemen, uh, mensen met een, hoe noem je dat, tegenwoordig, met een migratieachtergrond, ja. dat wij onze positie krijgen hier in Nederland, moeten we niet alleen maar voor die camera zitten uh, als, als, als talking head. Nee, we moeten ook achter de camera bepalen ja. wat er gebeurt. We moeten ook met de redactie meekijken, wat zijn de interessante dingen die hier om gaan. We hebben laatst, hadden we zaten bij Galita en Sophie, hebben we dus een dingen gehad over, uh, het ging over diversity in de, in de media. En het was een van de mensen die in de. In de want dat hebben ze daar al heel goed gedaan. Een van die meisjes die. Uh, van mij of ze van Marokkaanse afkomst of zo. Die dat, die dat heeft aangezwengeld. Ja. En de rest ging er in mee. Maar ze hebben het niet vanzelf op hun, op hun, op hun netvlies. Want als het jou al niet raakt. Ja. Kan je mensen niet kwalijk nemen dat ze het niet op hun netvlies hebben. Maar als je de juiste mensen om je heen hebt die het wel op hun netvlies hebben. Dan kan je het verschil gaan maken. Dus dan komen we weer op het punt terug van diversity. Het is een drijfseconomische noodzaak. Het heeft niets te maken meer met geef die andere kans. Als je programma's wil maken voor Hey Nederland... als je innovatief wil zijn met je Nederlandse televisie... dan ga je ook die jonge, nieuwe Nederlander ga je erbij moeten betrekken. Want ja. die heeft de bepaalde insights die jij niet hebt. Kijk naar onze cultuur hier. Waarom denk je dat al die tata jongens de Jeroentjes en, de, en, en weet ik hoe ze allemaal heten... allemaal met de Marokkaanse en Surinaamse accent praten? Because they like the swag. Ja. Als je kijkt naar de, de hip-hop culture in Nederland, als je kijkt naar de mode hier in Nederland, het wordt voor het grootste gedeelte wordt het door die biculturele kids bepaald. Weet je, die kids met de migratie, die, die zijn de mannen die de gangmakers zijn. Dus laten we dan ook voor zorgen dat we ook de players van tomorrow worden. Dus we ja. moeten ook in de boardroom terechtkomen. We moeten terechtkomen op de achtergrond. We moeten, we need to get shit done. Ja. En dat is niet alleen maar door op de voorgrond uh, zeg maar, bij de kassa te zitten. Nee, ik heb liever dat je... Op kantoor zit bij HR en ervoor zorgt dat er werkelijk uh, iets gebeurt in de manier hoe het bedrijf kijkt naar de wereld. En maak ook gebruik van uh, onze kennis, omdat uh, wij zitten lang in het vak. Uh, heel veel inside, ja. NOAS bijvoorbeeld. Ik, ik heb dagelijks ja, ik met heb, jonge mensen. Ik heb te 16 maken. jaar bij ja. de NPO gezeten. Ja. 16 jaar. Ja. Weet je, vaak me gevraagd om over diversity te praten in die 16 jaar dat ik daar zat? Terwijl het een health issue was. Eén keer. Ben ik gevraagd om ochtend om te komen praten erover. Eén keer in die 16 jaar. Ja. Elke omroeper krijgt na een bepaalde tijd krijgt een vast contract. Elke presentator krijgt een vast contract na een bepaalde tijd. Ik heb 15 jaar heb ik bij de NPO gezeten. Hoe vaak denk je dat ze me een vast contract hebben aangeboden? Nul keer. Ik heb nooit een vast contract gehad in die 15 jaar dat ik daar heb gewerkt. Maar dat is raar hoor. Bedoel... Ja. Wat... Just saying, ja. just ja. saying. Ja. Ja. Als we dingen willen veranderen moeten we meehelpen besturen, moeten we meezitten aan de knoppen. Hopelijk heb je de hogere factures bestuurd. Nee, dat we zeggen dat ja. we ook ja. de rules of the games moeten ja. leren. Ja. We kunnen niet aan de zijkant als slachtoffer zitten... ja, maar krijg je kansen, krijg je kansen. Ja. Nee, learn the rules. Ja. Zo simpel zit het. Het is niet dat je het soms niet mee kan doen vanwege je kleuren... vanwege je geslacht of vanwege je overtuiging. You don't know the rules. En dan ja. kan je zillig gaan lopen doen en zeggen... ja, maar ik krijg geen kans. Nee. Iedereen krijgt de kans, weet hoe je ermee omgaat. Want hoe, wat adviseer je nu, zeg maar... Uh, de talenten die nu, ik van deze podcast kijk, denk ik, mm -hmm. ik wil ook op tv en dit en dat. Wat zijn de stappen die je zeg maar, nu zou moeten nemen als een uh, young, talented person? Ik denk waar je mee moet beginnen is heel eerlijk naar jezelf zijn: van... ben ik werkelijk zo getalenteerd als ik denk? Want een, een, een TikTok-filmpje maken en denken dat je daardoor talent hebt omdat je duizend views hebt, dat is not the way shit goes. Hm. Talent is voor 90% hard werken, dus je gaat ervoor moeten werken, je gaat moeten zweten, je gaat dingen moeten opgeven, je gaat. I don't need to tell you, brother, maar je gaat heel wat dingen moeten inleveren. Je weet het zelf ook. Je sociaal leven ga je moeten inleveren. S'avonds laat uitgaan zitten voor jou niet bij, want anders ben je morgens niet fris op de radio. Dus je gaat dingen moeten inleveren. True. You need to work for it and you need to prove yourself. En wanneer je dat doet, dan kan je je stempel drukken. Maar verwacht niet dat iedereen op je zit te wachten en dat je daardoor. Dus learn the games, kijk hoe de hazen lopen. Kom binnen in een, waar je kan en ga van daaruit rustig je pad maken naar de dingen. Maar er bestaat geen overheid succes meer. Er bestaat geen druk op de knop met de solution. Dit moeten we doen. You have to find a way die bij jou past, dat het voor jou goed is om te doen. En then just do it. Maar als je het idee hebt, doe het en word niet achteraf de persoon die zegt had ik maar. of ja, maar ik heb geen kans gekregen. Want wat heb jij gedaan? Je wil graag een talkshow maken. <laughs> Toch? De NPO ja. heeft je niet gevraagd. Fuck. it. Ik koop drie camera's. Ik zet twee stoelen neer. Ik koop een mengpaneel en brother, ik maak mijn eigen talkshow. En het wordt even goed bekeken als menig talkshow op televisie. <laughs> ja, die mensen in Amerika moesten om mij lachen. Want ik was daar laatst in uh, New York en LA. En dan uh, sprak ik met Shaggy. En Shaggy was like... Yeah, when I come to Amsterdam, I'm going to come to your podcast. To your talkshow. En toen zei hij van... Uh, but, but how does it... Like, is, is it it's part of something? I said, no, I was, I was born and I had a vision. And I just wanted to have my own studio. Maar <laughs> mijn vriendin, die zegt... Maar wat doe je eigenlijk? Ja. Ik, zeg, ik zeg, het hoeft toch helemaal <laughs> niet. Jij bent toch Keep it Hard, Keep it Bang, yeah. je hebt radio, je hebt die andere dingen die je doet. Je hoeft het. Ik zeg, ik hoef het niet te doen, maar ik vind het zo belangrijk om het te nog. doen, omdat ik vind dat ik vanaf dag één altijd met culture bezig ben geweest ja. met verhalen. Ik wil verhalen vastleggen. Dat als mensen dit interview over vijf of tien jaar of morgen kijken, dat is weten van, hé hey, wauw, dat wist ik niet. Dit, dit brengt me aan het denken. Denk, dit, ja. is, dit is food for thought. Dat ja. is waarom ik dit doe. Dat is waarom ik en, altijd... Wat ik vooral ook aan die mensen wil zeggen, van als je nu begint als jonge colored person of whatever, of iemand met een vergeet nooit waar je vandaan ben gekomen. Klopt. Ik, heb, ik kwam met Suriname beginnen toen ik mijn succes in Suriname begon. Ik heb in die... 15 jaar van mijn succes op televisie heb ik regelmatig shows in Suriname gedaan. Ik heb regelmatig projecten gedaan. Ik heb, met mijn eigen fonds heb ik voor meer dan 400.000 euro gedaan aan projecten in Suriname voor kinderen. Vergeet nooit waar je vandaan komt. Always give back. Want het geeft je niet alleen maar energie, maar het is ook wat ik noemde blesje. oblige. Aantal verplicht. Mm. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal soms net vergeten. Dat weet je, je hoort heel vaak. Aan. ...jongen, ik ben vooruit uit de BIMS... Hoor, ...want ik ben nu succesvol. Ja, ja, ja. Je ja. kan vooruit uit de BIMS... ...maar vergeet niet regelmatig terug te gaan... ...om die pjeman die daar nu zit... ...of die pjemei die daar nu zit... ...hem of haar ook de kans te geven... ...om eventueel als ze daarvoor kiezen... ...uit de BIMS te gaan. Ja. Nu is het niet meer een issue... ...want jongen, een huis in de Bijlmer... ...is gewoon fucking duur. Ja, 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 ja. Dus ja, ja. Ja, ja. Als je het hebt gemaakt... ...kan je even goed dachten. Ja, ja, ja. BIMS, is, weer, ja, bims ja. is gewoon de shit. Ja. Daar ja. gebeurt het gewoon. Ja. Weet je, maar het gaat om die mindset... Ja. Always give back. En support your community no matter what. Ja. En soms ga je die support niet terugkrijgen van je community. Word er niet bitter door. Begrijp alleen van dat je tegen beter weet. En altijd maar blijft investeren in je eigen community. Want dat is de enige manier om sterker te worden met z'n allen. Ja, daar geloof ik ook in, dat is real talk, dat is de real conversation. Ja. Gaan we je nog in het theater zien? Want je hebt gezegd dat je er klaar mee bent, met nee, toeren door heel het land. Nee, heb, laatst heb ik het geluk gehad dat ik uh, de Ramadan-conferentie mocht doen met Anwar en Fuad Hassan ja. en met uh, Monella Roussi. En ik heb intens genoten van die 11 voorstellingen ja. die we hebben gedaan. Maar weet je, ik ben nu 57, ik heb geen zin meer om te gaan toeren en hele lange ja. dingen te doen. Ga ik weer een keer iets op televisie doen? Als het ja. programma voor mijn voeten komen, van ik denk, ja, dat geven we in als je dat wil ik gaan doen. Waarschijnlijk wel. Maar Fernando, ik ben ook heel happy met wat ik nu doe, weet je. Ik doe ja. heel veel trainingen voor bedrijven. Uh, we doen heel veel consultancy. We helpen bedrijven met hun uh, diversiteitsvraagstukken. We helpen bedrijven met de participatievraagstukken. We zijn, even, we zijn net met de, Haag, de gemeente Haag, we hebben we een groot participatieproject ontwikkeld, wat nu ook naar andere gemeentes gaat. Um, we gaan, uh, diversity gaan we op het platform zetten. We zijn van gedrags, um, zeg maar bedrijf naar een soort software zijn we ontwikkeld de afgelopen jaren en we kijken kliks software. Yeah. Dus um, als ik dat ga doen nu alles wat met mede nu wat ik te maken heb voor mij is because I like to do it, because yeah. I have to do it. Um, en yeah, ja, ik heb het genoeg, ik heb het gelukkig dat ik om mijn 57 op dat punt ben. Maar hou er rekening mee dat to get there it's hard work, het is offers brengen en je steeds ervan bewust zijn dat je gefocust bent op je einddoel en jezelf opnieuw je uitvinden, opnieuw blijven uitvinden. Ja, ja. Dat is wat mij op een gegeven moment dat ik, ik had mezelf niet vernieuwd en dan word je afgeserveerd. Ja. Dus blijf jezelf vernieuwen. blijf jezelf ontwikkelen en ja keep the focus. Ja. Focus ik, niet op 100 dingen, focus één ding waar je echt wil doen ja. en dan wordt de rest bijvangst. Ja, ik wil gewoon altijd uh, verhalen vastleggen en gewoon knowledge delen, met ja. alles wat ik doe. Maar dat doe je toch ook fantastisch? Ja. Ik bedoel, ik kijk heel graag naar Real Talk, want ik weet gewoon van... Ja, het is ook wat jongeren inspireert om anders naar de wereld te kijken. True, true. Ja man, rij maar in de beelden man. Ik wil je sowieso een dikke shout-out geven. Uh, Mocht je weer willen praten of je bent in de buurt, mijn platform is jouw platform. Ik zeg het altijd: je mijn... mensen van... dit is een platform where people talk. Ja, ik uh, uh, appreciate het. Uh, vanuit, vanuit je lobby. hart. Ja, ja, ja. En uh, je kan altijd, zeg maar, als je wilt ventileren: dit is de plek. Dit is de plek, 100%. Uh, wie zou je hier nog willen, willen zien zitten? Wie wil je nog. Oh, er is zo, ik zou. Er zijn zoveel mensen die ik hier zou willen zien zitten. Uh, ik denk dat er ook heel wat mensen zijn in corporate, uh, People of Color in corporate. Weet je, die niet in de entertainment zitten, maar die wel onze jeugd ook kunnen inspireren. En ik ga je een lijstje geven van die Mijn mensen. Ik ga je een lijstje ja. van die mensen die hier ook met haar mensen. Ja. Die, uh, waarvan we soms denken, ja, maar dat is gewoon een, een, een wit man, ook al wat die man doet, als die man zit in het. Nee. Laat je inspireren. Ik ja. weet nog een tijd geleden dat ze Black Achievement Month. Dat is al een paar jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd worden. En toen zat ik in een vergadering en toen kwam ik, ja, voor de kinderen in Bijlmer kunnen we een leuke modeshow doen en uh, een dansverstrijd. Ja. Toen dacht ik, waarom moeten onze kinderen altijd dansen en show lopen? Ja. Kijk hoeveel Black Inventions er zijn geweest. Het stoplicht, apparaat, de schoenmaakmachine. Allemaal Black Inventions. het ja. butter. Waarom laat je die kinderen die projecten doen om te kijken wat zwarte ontdekkers of zwarte inventors hebben gedaan? Zodat Zeker. ze daardoor geïnspireerd raken. Zeker. We moeten onze kinderen andere rolmodellen geven. We moeten onze kinderen laten zien dat er veel meer mogelijk is dan alleen maar comedian worden, of rapper worden, of voetballer, of zanger. Er is zoveel meer dat ze kunnen ja. doen. Vind je talent. Ja. Vind je talent en ja. ga daarvoor en ontwikkel je tot het maximale. En laat niemand je tegenhouden. Maar het is ook vaak dat je minder gezinnen ook ziet van. Nou, mijn vader die, was, die werkt bij de plantsoenendienst. Dus waarom zou ik dan accountant moeten worden? Waarom? Omdat je vader keihard heeft gewerkt zodat jij het beter kan hebben dan hem. Zeker, zeker, zeker. Zo so simpel. Ja. Is so always focus on doing the max. Maar blijft erbij. Het is focus. Het is. Um, offers brengen... en keihard werken. Zo ja. simpel zit het. Real Talk met de one and Jurgen Rijmen. Je weet zelf, abonneer, like, subscribe. Hij was hier in de beelden om zijn kennis met jou te delen... met ons allemaal, met de community. Wil je lid worden? Like, subscribe. Blijf het volgen. Ik ga binnenkort ook een telefoonnummer erbij zetten. Dan krijg je ook access... Uh, wanneer de ja, content als eerste online komt. Dus dan heb ik een community van mensen die ik ook ga blessen met merchandise en dat soort dingen. Wordt me vaker gevraagd: Wanneer kom je met die merch, Real Talk merch en alles. Gaat allemaal komen. Alles op zijn tijd. Blijf gewoon het kanaal supporten, want we gaan het groter maken. En bijzondere mensen zoals Jurgen Rijmen: moet je gewoon een podium geven om ze lekker te laten praten. Waar je kan er wat <laughs> van leren. Snap je? Real Talk. Keep it harder, keep it bang. nando leaks. Ja, toch? Lobby, bro.